Voordat we beginnen ga ik jullie even laten zien of we 35-0 hebben gehaald in deze Weekend League. Maar is dus dit. Team of the Year vote. Er is vaak over dit gereageerd in de comments. Dus we gaan het er even kort over hebben. En namelijk, er is maar één Team of the Year en dat is deze. Let op. Lewandowski. Die zet ik alvast neer, want daar gaat niemand over twijfelen. We gaan gewoon eerst een zekerheidje zetten. We gewoon even neer, want dan weten we tenminste waar we het over hebben. Oké. Ik denk dat Neuer iedereen ook wel heeft. Daar kunnen we ook niet echt over in. Navas was wel goed in de Champions League finale. Ook halve finale dit Navas is goed. Maar Neuer is toch wel weer de beste voor mij. Linksback, denk ik ook vrij duidelijk. Dat is namelijk Davies. En dan hebben we nog centraal. Dan hebben we natuurlijk de Nederlander. Want die kiest elke Nederlander. Virgil van Dijk. Sommige mensen hebben Steven de Vrij. Ja, dat kan. Maar ik kan goed spelen met Inter. Maar vervolgens dan niet internationaal niet meedoen. Ja, dan wordt het al een vrij moeilijk verhaal. Kimmich was ook een goed. Gaf de assist op de winnende treffer. Winnende treffer is eigenlijk goed. Volgens mij met 1-0. 2-0, geen idee. In ieder geval een mooie assist van hem. Henderson zou je kunnen kiezen. Nee. Maar wie ik dus ook kies is Bruno Fernandes. Want die man is fenomenaal geweest voor United. Die kan je gewoon niet erbuiten zetten. Die kan je niet buiten het veld laten. Ik ben helemaal niet fan van de gast. Maar hoe goed hij het heeft gedaan bij Manchester United. Op internationaal niveau. Tegen alle goede tegenstanders. Ja, ik vind gewoon. En hetzelfde argument gebruik je wel voor de Vrij. Maar Fernandes. Welke andere middenvelden moet je dan kiezen? De Bruyne. Er zijn geen goede middenvelders op internationaal niveau. Die het echt zo goed hebben gedaan. Bij PSG heb je er namelijk geen. En bij Bayern heb je Kimmich. Voor de rest heb je geen middenvelders. Ja, dan kan je zeggen Thiago van Liverpool. Maar ja. Thiago was wel goed in de vorige Champions League finale. Maar dat was over 2019. Nee, dat was ook 2020 trouwens. Ja, en dan is het dus de keuze op het middenveld. Dan ga je dus kiezen tussen Thiago of De Bruyne. Dan ga ik toch voor Thiago. Want die heeft in principe ook de Champions League gewonnen in... Wanneer was de Champions League finale? Champions League Final Liverpool. Was dat 5 juni? Als dat nog eens dit jaar is, dan Ben. Oh my god, Ben op rechts buiten. Natuurlijk. Ik moet wel nog een middenvelder hebben. Gaan we Thiago of gaan we... Ja, dit kan allemaal. Gosens. Guerrero. Sabitzer. Wat is Stindl? Is dit? Awar. Dit zijn gewoon de keuzes die je hebt op de middenvelders. Het slaat gewoon ergens op. Ja, nee, we kiezen wel gewoon Thiago. Ik heb geen idee. Hij is geblesseerd. Nee, ik ga voor Kevin De Bruyne. Ik vind Kevin De Bruyne vind ik gewoon een betere verdediger. Oké, Ben in de spits. Gaan we niet doen. Sommige mensen hebben dus Van Dijk samen met Stefan de Vrij. Of Stefan de Vrij er überhaupt in. Ben ik het totaal niet mee eens. Er is één centrale verdediger die misschien op dit moment wel beter is dan Virgil van Dijk. Dat kan er maar eentje zijn. En dat is namelijk gewoon Sergio Ramos. Iemand die een beetje Real Madrid heeft gevolgd in 2020. Die kan niet anders dan concluderen dat Sergio Ramos zeg maar het ruggenmerg is in heel de... Of de backbone van heel Real Madrid. Gaan we niet ontkennen. Rechtsback hebben we niet een keus. Hadden we Kimmich kunnen doen. Kunnen we niet. Dus doen we maar de andere rechtsback. Want er zijn niet heel veel mensen meer over. Dus doen we daar Alexander Arnold. Gaan we naar aanvallers. Cristiano Ronaldo. Ja, je moet hem er wel in gooien. Kan niet anders. Want hij heeft het weer goed gedaan bij Juventus. Duidelijk. Oké. Okay. Ja, dan is natuurlijk de vraag. Wie moet je doen? Natuurlijk doen we de GOAT. Nee. Ik ben fan van Messi. Messi is beter dan Ronaldo. In algemene zin is Messi de allerbeste voetballer in mijn optiek. Die ooit heeft bestaan op deze aardbol. Maar je kan hem niet belonen voor het seizoen van 2020. Die nederlaag tegen Bayern. Hij heeft niet opgestaan. Natuurlijk moeite met trainers. Hij wilde weg. Etcetera. Het speelde allemaal mee. Maar het komt erop neer dat zeker na ik de Champions League heb gezien. Die Neymar is zo tanto goed. Dat sloeg helemaal nergens op. En Neymar is toch tweebenig, dus ik kan ook rechts buiten. Eigenlijk zou het Ronaldo, Lewandowski, Neymar moeten zijn. Neymar kun je ook wisselen voor Mbappé. Maar ik wil dit gewoon even puur zeggen dat Messi is de beste speler op deze aardbol. Hij is ook weer terug als je de wedstrijd tegen Granada zag in de wedstrijd ervoor. Jezus, wat een goals. Dat is wat goed zeg. Echt niet normaal. In 2020 was Neymar gewoon beter in mijn ogen. Messi is nog steeds een betere voetballer in totaliteit. Maar het gaat even om de afgelopen 12 maanden. En dan moet ik kiezen voor Neymar. Dit is het enige goede Team of the Year. Dit duurde iets te lang, maar dat is tenminste duidelijk. Bij vragen staan die altijd vrij, immers vrij in de comments. Dat jullie het even weten in ieder geval. Daar zijn we. En dit is ons team, voor de mensen die het nog niet wisten. Cruijff, nog steeds niet verkocht. Nog steeds wil niemand hem hebben. Vrij pijnlijk, maar maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. We gaan gewoon lekker ballen. En we hebben er gewoon ontzettend veel zin in. Peaky Blinders, eerste tegenstander. En we gaan er gewoon heel erg snel doorheen. Want ik wil jullie laten weten wat uiteindelijk dus mijn fantastische score is in deze Weekend League. Je ziet Clarence, zie je allemaal trucjes doen. Dingetjes, trucjes. Deze stift van Arjen. Oh, jezus, Anus, Arjen. En dat doet hij goed. En hier ook weer Arjen. En dan op paas bij Mbappé. Knalt hem erin. Jankt hem erin. En we gaan nog één goaltje maken hier zo. En dan gaan we lekker door naar de volgende wedstrijd. Want deze is ook lekker hoor. Kijk hier zo. Johannes Cruijff. Die kan wel echt ontzettend goed ballen. Die is wel echt zijn 6, 7 miljoen munten waard. Ik twijfel in het begin wel een beetje over. Van zijn pace, et cetera. Is minder dan Ronaldo. Minder dan Eusebio. Maar hoe hij met scharen omgaat. En dat wegdraaien, et cetera. Je ziet het hier ook. Hij kan echt van elke hoek kan die schieten. Die man is wel echt de beste
Nederlander van de game. Ja, ik heb Gullen niet geprobeerd, maar ja, dat is een beetje een andere positie. Appels en peren vergelijken. In ieder geval, hij scoort hier een hele goede goal. Mooie goal ook. En hier gaan we gewoon even lekker door met Malen, die trouwens een upgrade krijgt. We hebben Kleiber en Malen. Die had Kleiber als rechtsback. Dat is volgens mij al oprecht de beste rechtsback uit de game. Na Carlos Alberto, denk ik. Die is echt niet normaal. Maar die Malen krijgt nu ook een plus 1. Dat betekent dat we weer met Nederlanders volgend weekend gaan spelen. Ik was dus echt heel erg katerig op de zondag. Jullie zagen het ook in mijn Jägermeister filmpje van afgelopen zaterdag. Ik was zwaar bezopen. Ging uiteindelijk in mijn eentje. Hier zo. Zet ik een paar poppen neer. Zo in een rondje zo. En dan ging we aan de sallen zuipen zo. Nou, het was heel laat geworden. 19:30. Het was gezellig, joh. Ja, schizofrenie noem je dat ook wel. Maar in ieder geval, het was wel gezellig. En het was iets te laat. En uiteindelijk proberen te compenseren met voetbalgedrag allemaal op de zondag. En dat is dus wat je vandaag ziet. Het ging dus eigenlijk best wel prima. Want ik heb dus ook wedstrijden gehad. En dat was deze wedstrijd. Je zag het niet. Kan je het wel zien? Ik rechtdoor. Dan zie je de kansen van de tegenstander. Hier, dan zag je de kansen van de tegenstander. 0 schoten, 0 op goal. En dan ga je dus 17, 18 op 0, zoiets. In ieder geval, dan komen we tegen generic team name. En deze gast komt oprecht heel erg goed ballen. Wat gaat hier dan precies mis? Je ziet het ook, als iemand Rashford CVM doet, dan weet je al gelijk genoeg. Maar in ieder geval, mensen, ik had dus wel weer plezier in heel het spelletje. Ik vond het oprecht weer lachen om een beetje FIFA te spelen. Alleen het is dan jammer dat je dan oprecht weer een disconnect krijgt. Op het moment dat je 16 op 0 gaat. En als je dan op het moment dat je 16 op 0 gaat, en normaal gesproken speel je dan niet al je weekend leagues af. Dan gooi je soms een beetje met de pet naar en dan ga je een keertje goed en dan krijg je een disconnect. Dat is wel jammer. Hier zo'n bal met Varaan, doet hij goed. Cornertje erin. Niet zoveel aan de hand, lieve mensen. We gaan gewoon lekker door, we gaan gewoon lekker ballen. Is niet zoveel aan de hand. En dan uiteindelijk, hier 62e minuut, is hij uiteindelijk hier, ja, en dan, ja. Hier moet hij hem eigenlijk gewoon overpakken. Maar dat is dan, als die service gewoon niet zo goed... Klinkt naar de paschier ook eens. Maar als die service gewoon niet zo goed zijn, dan is dat overswitchen. Dat doet hij dan best wel moeilijk. En normaal gesproken pak je hem makkelijk af met Maldini. Maar hij weet hier gewoon goed gebruik van te maken. En dat is gewoon complimenten van onze tegenstander. Hier knallen we hem weg. Uiteindelijk in de voeten van Neymar. Hier ben ik ongeduldig. Hier pakken we hem weer af. Weer in de voeten van Neymar. Wat vervelend is, want toen ik hem wegschoot vanuit de 16, deed ik dat niet zelf. Ja, en dan krijg je dit. Dat, zeg maar, dit is de nieuwe, dat is de nieuwe Allison. Meh. Brrr. Dat in dan zo, ja, dat is, ja, weet je, dat is gewoon jammer. En dan denk je, oké, nou, zo'n potje kan je verliezen. Je hebt toch wel een keertje verloren, is niet erg. Schiet deze er dan in. Doet hij niet. Corner, ik denk, ik jank er gewoon één keer voor. Je weet het niet. Maldini kopt hem ook gewoon op de lat. Ja, dan weet je ook gewoon wat voor wedstrijd het uiteindelijk is. En dan verliezen we onze eerste pot. Gaan we dus 18-2 volgens mij. Is jammer, maar het is niet heel erg. Voor de rest ga ik het eventjes laten zien wat hier dan allemaal gaande is. Laten we nog even NFD zien. En dan ga ik na deze wedstrijd, laat ik alleen nog even het laatste potje zien. En dan weten jullie wel genoeg over mijn huidige toestand. Maar het was wel gewoon ontzettend leuk. Ik heb wel gelachen. Dus hou dat even in gedachten. Ik vond het gewoon leuk, oprecht. Ik vond het gewoon lachen, ik vond het leuk. En ik heb wel oprecht naar mijn zin gehad. Alleen, deze gaan we dus eventjes overstaan. Dan gaan we dus 20-2. Dan pakken we hem over bij Bizhead. En nu gaan we op dit moment, dat zie je ook hier rechtsonder, dat past hij nu mooi aan. 24, nee, niet 24. We gingen in ieder geval iets in de 20 om 2. En dat ging allemaal prima. Heel veel goals op en neer. Ik moest alles uiteindelijk achter elkaar spelen. Ging volgens mij iets van 21-2 of zo, weet ik veel. En dat was leuk en het ging prima. En we moesten lachen, gieren, brullen, alles. Maar uiteindelijk komen we dus hier op 2-2. Hartstikke leuk. Leuke wedstrijd. Op en neer. Op en neer. Trouwens, over op en neer gesproken. Ik ga vanavond of morgen een nieuwe video opnemen met Emily. Dus als jullie nog daar suggesties voor hebben, laat even weten in de comments. En dan ga je niet opgerukt worden. Ik moet oprecht even kijken wat doen. Dokter Frank en dokter Emily, dat zou wel lachen zijn. Misschien moeten jullie gewoon je vragen insturen. Gaan wij er gewoon een beetje over babbelen. Fantastisch. Is misschien wel lachen. Ik moet er al lachen bij de gedachte. In ieder geval, een goede steekbal op onze vriend Robben. In de 32e minuut. En dit was dus de wedstrijd dat ik dacht, ik heb eentje verloren. Maar oké, pak het gewoon weer op. Ondanks het feit dat je 3 tegendoelpunten hebt gehad, wat eigenlijk niet mag. Kan het gewoon soms zo lopen. Hier, rechtsback. Helemaal vrij. Naar wie paast hij? Natuurlijk, net te zacht. Op de linksback. Het is ook echt ongelooflijk. En je voelt hem alweer aankomen. Di Okocha. En hier, kijk Maldini ook. Die stopt gewoon. Normaal gesproken loopt hij altijd door. Altijd loopt hier de verdediger door. En dan nu hapert hij. Het is echt ongekend. Nou, hij scoort een 4-4. Uiteindelijk gaan wij hier nog een kansje missen met Mbappé. Deze hadden we gewoon naar onze rechter moeten gaan. Maar hij wist dat we naar onze linker gingen. Props voor ons tegenstander, want dat wist hij dus gewoon.
Ja, ik had daar gewoon zo'n kruisje rondje dat je hem gelijk in één keer in de draai meeneemt. Maar in ieder geval, hier gaan we dus verliezen. Okocha heeft voor ons vernaaid. Maar in ieder geval, ik heb het wel naar mijn zin gehad. Laat het even weten in de comment of jij het eens met mijn Team of the Year vote. Mag ik jullie bedanken voor het kijken. Ik ben niet verder gaan naar deze potjes. Ik vond het wel mooi geweest. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen, want dat is een nieuwe video. Dan gaan we iets anders doen. Dus lachen. Dat is leuk. Dus mensen, fijne avond. Ciao. De groeten.